dames en heren, goedemorgen. Ja, luister maar even mee. We staan hier in het Friese Burgum, debutant in de strijd om de natuurijsvierdaagse. Een debutant, niet voor niks, blij dat ze aangehaakt zijn. Daar waar we gewoon afgelopen jaren een paar keer contact met elkaar gehad hebben, gewoon, ze zijn gekeken naar draaiboeken, naar datgene wat nodig is voor een natuurijsvierdaagse. De strijd om de eerste natuurijsmarathon was echt zeer succesvol mee. In het begin leken twee andere verenigingen gewoon verder te zijn. Alleen ja, het weer doet altijd weer wat anders dan wij soms verwachten. Vanochtend de belronde gedaan met verschillende verenigingen. Martelschaatsen kenmerk zit met doorzetters en ook deze verenigingen. Ze hebben doorgezet. Alleen een aantal moest mij vanochtend al melden. Wij zitten niet op de benodigde 3 centimeter. Wij hebben hier een ronde gemaakt. En wij zien dat we hier de benodigde 3 centimeter ijs hebben. Dus vanavond om 6:30 hebben we de eerste natuurijsmarathon hier in Burgum. Bij ijsvereniging Burgum. Willem, bedankt. Verrassend. Toch nog verrassend na zo'n rondje. Want ja, we moeten nog wel wat werk verzetten. Hier en daar moeten we nog even het ijs gaan aanpassen. Maar we gaan ons best ervoor doen. En de temperaturen blijven vandaag goed. Dus wij zijn er klaar voor. Het is de eerste keer hier. Wat vindt u van de baan? Ja, ik vind het een prachtige accommodatie. Het ligt een goede baan. Ze hebben ook met het procedé om eerst de water op te zetten en daarmee gewoon gaan uitrijden. En een andere weg gekozen dan andere verenigingen. Bepaald risico van ja, loop ik daarmee achter op andere verenigingen of pak ik voorsprong. Hoe leg ik een goede ijsvloer neer? Daarmee zitten nog een paar punten dat de baan verder moet zakken. Maar dat zijn we ook gewend gewoon in Haaksbergen dat die compleet moet aanhechten op het laatste moment nog. We zien een mooie ijsvloer. 3 centimeter op bepaalde plekken zien we hem dikker. Ja, fantastisch hoe het erbij ligt. Ja, vanavond knallen. Ja, weer een populief vanavond knallen. Hoe komt dat?